Yo gasten en welkom bij een nieuwe NBA 2K19 My Career video. De vorige aflevering die dit eigenlijk had moeten zijn, heb ik helaas niet kunnen uploaden omdat het bestand wat ik had opgenomen is corrupt geraakt. Heel veel dingen ontbraken en ik kon gewoon niet eens editen. Dus dat is jammer, want daarin was wel heel veel gebeurd. Zo gaan we nu opeens namelijk ons NBA-debuut maken voor de Minnesota Timberwolves. We zijn uiteindelijk geëindigd met een uitnodiging voor het team van nu head coach Stackhouse, die voormalig coach van het G-League team van Los Angeles. Die is nou opeens head coach dus van Minnesota. En die heeft ons uitgenodigd omdat ze spelen tegen de Spurs, waar nu dus die Marcus Young zit. En dat is een rivaal van ons, want hij heeft ons een beetje genaaid. Met dat hele vuurwerkfiasco had dat opgenomen en aan iedereen laten zien op social media. En zo zijn wij uit het team gekikt. Dus blijkbaar, dat was een beetje het verhaal. Een samenvatting daarvan, dus kort uitgelegd. En nu zijn we dus bij Minnesota en gaan we ons debuut maken. En we moeten Marcus Young verslaan. Team grade van B plus or better, dat is wel te doen. Laten we maar gaan beginnen. Look, Marcus. Please. Enjoy your first and last game in the league, chump. Two teams that run offense through the block, Brent. Nou, daar gaan we. Tegen Young. En we zitten in de starting line-up. Nou, dat is nog eens een debuut maken. Pick and roll met Cat. Komen er door. Fout. Ah, ik had de and one willen hebben. Ik moet het raken. Maar ik mis de eerste. Dit is drama start. Drama. Please, raak de tweede. Dankjewel. Ik was er. Good shot contest. Let's go. Butler, ik zie je. Neemt een shot. Assist. Eindelijk. Dat is wat we nodig hebben. We moeten scoren. Nice. Goede defense. Butler. I trust you. Dank u. Oh, ze laten me gewoon open. Dat neem ik wel. Gratis drie puntertje. En de Spurs maken ons kapot, joh. Ik heb echt een dramatisch debuut. 2K19 is zoveel moeilijker als 18 was. Oeh, Dieng. Save me even daar. Oké, pick and roll met Towns. Jezus. Oh, nu Towns. Dramatisch, maar hey, we nemen het. We nemen het. Oké, goede screen. Towns. Yes, pick and roll werkt wel op momenten. Goeie defense daar. Butler, helemaal open. Wat doe? Oh, hij maakt het zichzelf wel moeilijk. Waarom doe je dat nou? Wiggins. Red de boel. Wat de hel doet Towns? Oh. Verbetert zich nog. Net op tijd. Wiggins. Je was open. Je maakt het jezelf ook verdomd moeilijk. Oh, Gibson, cheesen. Dankjewel. Kijk, een rennen. Touchdown pass. Ah, wat een cheese. Dit meen je niet. Ik was er nogal. En nog een. Dit is pech, ouwe. I got him. Gibson, maak het af voor me. Dankjewel. Oh, de screen werkt. En de dunk. Posterizing daar even. Heerlijk, ik ben even flink aan het focussen, want we worden gewoon gedomineerd door Popovich en de Spurs op het moment. Oh, wat een waardeloze pick and roll. Town stond wel open. Oh, netjes. Pick and roll met Towns. Oh, hij staat er wel. Kan die het afmaken? Jazeker, lekker bezig. Here we go. Nieuwe pick and roll, we gaan gewoon. Fout,
Geen and one. Dan moet ik mijn free throw zijn raken. Perfect release. Dat is de eerste. En de tweede zit er ook in. Nice. Gaan we weer pick and roll. Gibson. Assist and one. Nice Gibson. Young was echt een gekke dribbler, maar we hebben de steal. Wiggins. Maak dit voor me af. No. Butler, save hem. Dankjewel. De pick and roll. Oh no, dit meen je niet. Dit is echt, nee, struggle. Oh. Hij heeft me afgemaakt. No. Dit is over. We hebben gewoon verloren. We hebben verloren. Dit is echt erg. En volgens mij hebben we niet eens de juiste teammate behaald. Oh. Young heeft ons verslagen. Yo, dit is zuur. NBA debuut. Dramatisch. Oh. Dit willen we gauw vergeten. Hey. Big Tooney, you made it. I didn't think I'd see you here. I'm here as a fan, not as a scout. Had a good game, kid. Thank you. So, what you think? Am I running yet? It's just the beginning. You have a lot of teams to choose from this summer. I'll make sure. Welcome to the NBA. Thank you. Thank you.